Op de burgerschool in Arnhem, waar ik was, daar was de tekenles voor mij ver weg het prettigste van alles. Ik vond die school afschuwelijk. Behalve de tekenles, dat was een soort van verademing. Maar dat wil niet zeggen dat ik een uitzonderlijk goede tekenleerling was. Ik kon het wel betrekkelijk goed, maar helemaal niet uitzonderlijk. Ik geloof dat ik op mijn eindexamen een 7 heb gehaald. Ik ben naar de school voor bouwkunde en sierende kunsten in Haarlem gegaan. Met het idee om daar architectuur te studeren. Dat was omdat mijn ouders waarschijnlijk dachten, die jongen die moet dan maar eens proberen of die dat kan. En daar kwam ik onder handen van mijn leraar Jessoen de Mesquita, die zelf een heel bekende graficus was. En die heeft gezien de linoleumsnede die ik als leerling van de burgerschool heb gemaakt. En die zag daar blijkbaar wat in. En die zei, toen zou je eigenlijk niet in plaats van die architectuur te gaan studeren, liever doorgaan als graficus. En dat wou ik maar al te graag. Dat vond ik natuurlijk veel leuker. Die architectuur heeft me eigenlijk nooit iets gezegd. En mijn vader heeft toen schoorvoetend gezegd, nou ja, vooruit, dat moet dan maar. Hè. Kun je bijzonder aan in het Italiaanse landschap? Ja, dat is moeilijk te vertellen. Het Zuid-Italiaanse landschap interesseerde mij hoofdzakelijk. Niet zozeer het Italiaanse landschap in het algemeen, maar de Moorse invloeden, die broodjes daken bijvoorbeeld, samen met rotspartijen. Was dat boeiend? Waarom? Ja, dat weet ik niet. Het heeft niks met Renaissance te maken of met barok. Ik heb in Rome gewoond, 12 jaar, en de architectuur van Rome op zichzelf heeft me nooit eigenlijk veel gezegd. Omdat die veel te renaissancistisch en te barok was.